We hebben hier een probleem met eilandvorming op een staalkozijn. Dat is een uitgelezen kans om dat uit te repareren met de vulpasta van polyester. We zullen deze eerst gaan opschuren, lichtjes, en hem daarna vervolgens strak afmessen. Wat ik al aangaf, is dat we zorgen dat de eerste ondergrond lichtjes opruwen om de beste hechting te krijgen. Zorgen dat je hem goed stofvrij maakt, zodat je een goede draagkrachtige ondergrond krijgt. We pakken een deeltje polyesterpasta en vervolgens pakken we de verharder die er al bij zit en die zetten we ernaast. Niet te veel, dit is ruim voldoende. Vervolgens gaan we het geheel met elkaar mengen, zodat het één mooie egale kleur is. Vervolgens gaan we het aanbrengen op het metalen ondergrond waar de eilandvorming zich voordoet. En daarna strijken we hem glad af. De overtollige rand die er zit is geen probleem. Het materiaal schuurt fantastisch en kunnen we hem helemaal glad afwerken naarmate we schuren.